met 53 punten. Nu applaus voor Adriak, met Lander Dirke, met Sven Strijk, met Thomas de Vleeschouwer, met Hannes Sonne en met Tom Metz. Op plaats nummer 2 vinden we KPT, Samara, Pieter Vormes en Adel Lambrix, Arno Lakaert, Sven Soetes, Frederik Zoet en Jorgen Verbuiven. Met nummer 3, gelijk met KPT in de rijklassement voorlopig, SML Specialized, met Ben Brins, Willem Brins, Alexis Kroeg, Tina van der Meer en de trok van Chicago, Simon de Koper. Met nummer 4 voor SPNO Networks Mechelen, Antonio Herna, Jeffrey Reinders, Niel van Varenberg, Bob Schaapherders en Jonathan Wolf. Met nummer 5 voor de thuisploeg van Troje en de Koe, handen op elkaar voor Lars Baes, Tim Rijdenbach, Jarno Kuipers, Mark Keets en Stef Wachter. De mannen in de Adelie Fiets, topmutsen voor de thuisploeg. Met nummer 6. Het trio van Team van Tiene, de Fornax van Corsi Keutels, het Gustav Hendricks, de Bries Matthijs, Daan Tex, Nicolas Tima en Joachim Lera. Met nummer 7 de Nederlandse driekleter van het Nederlands Heuvelhoofd Team, met Marco Aartzoek, Omar Brons, Gerbert van den Piegelaar, Lorenz Gelaten en Juri Wouters. Met het nummer 8, LTTO Oil Service, met Pierre Hertog, met Stijn Koeders, met Matthias Norijs, met Hannes van der Noeren. En met de tweede keer vandaag, tweevoudig kampioen, Pieter Hemmerik. Met het nummer 9, in Olaf Pot, Rigitte Tournet, Pierre Balti, François Humblet, Benjamin Messia, Michael Rossi, Erwin van der Planke. Met het nummer 10, ITC, EFC, Peter Tenteneer, Walter Timmerman, Land van de Kapelle, Ruben de Kettwink en de Hedeland van Straten. Met het nummer 11, was de gepolitieerd van Club Rally, Gijvers, de Sennemers, de Sennemers, Pierre Palaisse, Chris Vermeijden en op terug van Chicago, Martin van Rio. Een bekend drie van Brugge met nummer 12, Florian Adam, Joris Passé, Louis Nijhaan, Guus van de Mussen en Mike Boga. Met nummer 13 voor Leuven, TDO van Binnensport, Sven Bakkus, Jasper de Koning, Arthur de Jager, Kurt Wittemans en Lennart Herman. Met nummer 14 voor 3MT, Dendermonde, Vrie van E, Tom Bruggeman, Lauwens de Zet, Sören Sanders, Wilken Bruxer en Bram van der Nas. Met nummer 15 voor Truik Vilvoorde, Cedric Klum, Simon Voorhees, Stijn Rolles, Hugo van Amme en Mika Vegemans. Met nummer 16 voor het Noord-Limmer team van Avelie en Zwevingen, Jari de Jager, Bert de Groene, Ruben de Vree, Bram Lavens en Jurgen Soetaert. Met nummer 17, IZRC, PT, Nico Hussel, en Vier Tosso, Nicola Van Dam, Edouard van Tonde, Thomas van Nice, Joachim de Slaten. PTC, Ludovic Sommers, Matteo Caruso, Colin Hubo en Flora Honi. En nu nog op 10-7, de troisième équipe, Volker van Adrien Pierrot, met Michel Roy, met William Pillet, Michael, Guilain, Pierre, Hubert, Geoffrey, Marion et Ludovic Ruben. Et avec le numéro 20 pour notre équipe nationale, Romain Lord. Dat zijn alle mannen voor de finale van het EDC. Dat is ook voor hen spannende punten. We hebben dat net gezien bij de vrouwen. Wat dan als resultaat kan geven? Spanning verzekerd. 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer landen. Nog 1 minuut voor de start, of nog 1 minuut daarvoor in de dag. In België op het korte werk.
de zomer triathlon 2015, de finale van de Benelux-series. Met alle kleppers bij elkaar. En daar wordt meteen strijd geleverd op de eerste rij van het zwemmen. De premie eerste rij. Het gaat om de eindzege in de Benelux-series. Tussen Andrea Kika, TT, Samara V Performance en SNL Specialized. Nog wat extra verschil kunnen brengen, maar het gaat hier super spannend worden. Alles dicht bij elkaar. Lula, hou je klaar. We gaan naar de laatste meters kijken in het zwemmen. Ik heb de indruk daar aan de linkerkant. Marten van Riel. Marten van Riel naast Zandaskirchen. Die gaan hier voor de sterke profielpokken als eerste uit het water komen. Dirkje die loopt hier in de vierde positie met de zwarte band. Hier is die Marten van Riel als eerste aan de band. Dan komen we vlak achter. We gaan aan. Want de Dirkje direct bij mij. Met de Hertog aan de landrecht met Peter Pontemeer. Met Erwin van der Flanke. De Edel van der Meer ook gezien. Hier is Pieter Hendrik. Met de Tim Breen mag ook aan de Gaterstein. Gorins, Simon de Kuiper op 24 seconden. 24 seconden voor Simon de Kuiper. En hier zijn de Erwin van der Meer als een van de anderen. En zijn logen bij de jaren. Laat de Pieter blijven. Dat is kwalificatie door die landgang. En dus einde verhaal terug. Hier krijgen we een punt onder andere, maar dus we zien. Lange Birken uit de wedstrijd. Nu daar is Sven Strijk met Antonio Hernaert van de volgende 35 seconden met Lars Baaiers onder andere. Met Milan Brons. Hier gaat Werpen verboven. Alles nog heel dicht bij elkaar. Op 1.13, François Hervé, 1 minuut 15. Had ik Benjamin Messiaen. We hebben met Vincenteur voor de Wouters. Gaat hier ook aan land komen voor Philippe Constance. Daar komen ze op 1 minuut 7. Vroeg hem af vanaf de kerkbrief van Broeien. Dan komen we op zo aan de laatste aflevering. Dan gaan we ons weer verplaatsen richting het Disparcours. Om daar de passages te volgen en de strijd tussen Erzalmoor. Hebben we hier nog in de kegel? Ik heb een bal. Rechts, 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 rechts. Over de mat. Rustig rechts, over de mat. Ja, dat zijn niet gepasseerd, hè. Anders. Ik heb een bal. Rustig, rechts houden. Over de mat. Over de mat, hè. Even luisteren, ja. Yeah.
aan, Mika. Kom, Mika. Dan is er uitkijken naar het verschil dat net bij de vorige passage aan het keerpunt 1 minuut en 5. En met de van de plakken op kop voor de mannen van Oyerbeuren. Daar lopen ze nu de rustgezone binnen. En dan wordt het heel waarschijnlijk ook niet van de snelle metrug kan worden. Wij hebben wat onze 45 seconden op de klok te zien. Dat nog goed aan uit de bocht langs de camping ingang van de Lutseberg gekomen. Alleen maar correct te zeggen wat we in die centrum hebben. We hebben nu exact 1 minuut. Met Michael Rossi, 1 minuut 15 l'écart voor La Groupe des Poursuivants. 1 minuut 15 is het verschil tussen de koplopers en de achterlopende groeper. Kan nog veel natuurlijk in die laatste 5 kilometer lopen. En het zal mogelijk aankomen op de 3e en de 4e afdeling. Ja, ze zijn daar met een paar samen. Ik heb de indruk dat Marten van Riel daar in dat groepje van drie loopt. Met Erwin van der Planken daar in derde positie. En is dat zijn Goris die daar ook nog bij zit? Dan de eerste SO Specialist atleten plaats nummer 4, daar achter de KTT Zamara die performance, dacht ik. Dat moet dan Adat Lambrecht zijn. Gerbert van de Bigelaar en kopman Marco Akershoek die zat in die kopgroep. We krijgen daar nu de drie leiders onder de boog door. Einde van de eerste ronde. Nog één ronde te gaan voor Marten van Riel, Pieter Hemmerik en Erwin van der Planken. Die gaan er een prestigestrijdje van maken met hun drieën. En dan Simon de Kuiper, die wil graag dat gaat dichten naar die mannen. Als derde atleet van SNL Specialized. Alexis Kruuk is daar de tweede atleet. Achter Tim Breidenbach en Tom Suters nu onder de boog door. Alexis Kruuk gevolgd door Stijn Goris. Hier krijgen we Edo van der Meer in het spoor van Adam Lambrechts. Hier gaat Peter Pinten neer, die volgt op 1.45. Met daarachter Antonio Hernaert en Jonathan Wajaf. Met Michael Rossi, met Arthur de Jager. Hier hebben we Pierre Balti met Bob Schaapherders, met Tom Metz op 2 minuten en 2.
krijgen we Jan Kuipers met Thomas de Vleeschouwer. Met Ben Brems. En dan komt Gerbert van den Piegelaar daar ook nog achteraan. En hier hebben we Sven Strijk. Alles nog redelijk dicht bij elkaar. Onderboog door nu bij Gautier Balti. Met Bob Schaapenders en Tom Metz voor Adriak. Dan Dries Matthijs. Stef Verachter voor de thuisploeg. Oké, Joachim Weera komt eraan, maar eerst onder de boog door Wannes Winnen. Met Thomas de Vleeschouwer, met Ben Brems, met Jarno Kuipers. En een SPNO'er die ik niet meteen had herkend, dat moet Jeffrey Reinders geweest zijn. Ja, dat is Jeffrey. Ja. De Zamaro die performance. Niet in goede papieren voor het zilver en het brons. Maar Geerts probeert het gat te dichten naar Omar Bron. Varenberg. Laurijsen, die zich aan het amuseren is, want heeft hij hard geknopt op de fiets daarnet, zeg. Dan krijgen we Bart van de Capelle met Lars Baijes. Spannende strijd gaan we hier krijgen in die slotronde. En we proberen een beetje alle kanten op te kijken en een overzicht te krijgen van hoe het ervoor staat. En dan Simon de Kuiper, die wil graag dat gaat dichten naar die mannen. Ondertussen zien we Juri Wouters hier uit de wedstrijd. Pech voor de Lommelaar. Heel ontgoocheld. Willem Brems, die geeft alles. Moet natuurlijk proberen om een goed resultaat neer te zetten. Als derde atleet van SMO Specialized. Alexis Kruijf is daar de tweede atleet. Achter Steen Vrijdenbakker komt Sikkels nu onder de voogd door. Alexis Kruijf gevolgd door Stijn Goris. Hier krijgen we Edel van der Meer in de spoor van Adam Lambrechts. Dan moet Jelle Hertog en Marco Akerzoek. Jonge Michelangelo voor de Fort Max McCorsey Truckles. Dries Matthijs te verwachten met Wannes Winnen. Op het 12 krijgen we Jan Kuipers met Thomas de Vleeschouwer. Met Ben Brems. En dan komt Gerbert van den Piegelaar daar ook nog achteraan. En hier hebben we Sven Strijk. Alles nog redelijk dicht bij elkaar. Dan Dries Matthijs. Stef Verachter voor de thuisploeg. Maar Peter klaar, joh. Zijn de gat op de melk. Ben eerst onder de boog door Wannes Winnen. Met Thomas de Vleeschouwer. Met Ben Brems. Met Jarno Kuipers. En een SPNO'er die ik niet meteen had herkend. Dat moet Jeffy Renders geweest zijn. Ja, dat was Jeffy. Ja. Voilà. En hier is Sven Strijk, de landgenoot van Jeffrey Dampex. Volgt hier op 3 minuten 15. François Hubler. Met Naki. Die moet natuurlijk proberen nog wat plaatsen op te schaven. Voorlopig zit Zalaan op die performance. Tommy, niet in goede papieren voor het zilver en het brons. Maar Geerts probeert het gat te dichten naar Omar Brons. Die twee kennen elkaar kwijt. Die komt er daar nu in derde positie. De enige die ziet, Squadra Calas. Fase van deze finale van de T3-series. Met stoel. Kom maar. Kom, Chris!
En die van KTT zijn hier met veel de supporters op Frederik Swanet hier naar voren te schreeuwen. In zijn spoor Matthias Laurens. Met Eduard Verstraeten. En Chris Vermeijden die denkt, was dat, geef mij maar Ironman. Lekker explosief, maar dat doet hij nog goed na een lang seizoen. Stijn Roelens, dat is er ook zo eentje van het lange werk. En dat doet het goed hier tussen al dat jonge geweld. Wij gaan uitkijken naar de eindstrijd. Een spurtje tussen Martin van Riel, onze international. En Pieter Hemerik, de Belgische kampioen op deze afstand. Hemerik die daar nu bijna schouder aan schouder komt met Martin van Riel. Wie gaat het halen? Lille, handen op elkaar. We krijgen hier een spurtfinish. En Hemerik die is zet aan. Maar van Riel, die wil nog eens voor eigen volk gaan winnen. Martin van Riel gaat het halen. Martin van Riel wint. De planken hier naar de derde plaats. Dat was Jan Plas. Voor een van de planken was dat van Malmö. Hier is voor de leiders in de ranking. Terug van de wereldkampioenschappen in Chicago. Het turbo Tom Suites en Tim Breidenbach. Het wordt Tom Suites die de vijfde plaats pakt. Zesde plaats voor Pané. Net een lange afstand. Achter de rug, hele mooie lange afstand, meteen daar naar het podium en hier in de T3 dan op het explosieve korte werk bezig voor de laatste ronde. En dan gaan we daar uitkijken naar Willem Bremsen, die moet blijven doorstrijden tegen Pierre Balti. Dat was een Laurens. Maar Brems, kijk in de schaal, Willem Brems. In normale omstandigheden moet Balti altijd die spurt winnen. Maar Brems weet dat het hier om de ploegpunten gaat, om een negende plaats en mogelijk het eindklassement voor SMO. Hij gaat het hem doen, hij gaat een negende plaats pakken, helemaal kapot. Negende plaats Willem Brems, tiende plaats is voor Trijzoté, 11 SPNO. Ook 13e voor SMO. Arthur de Jager, 14e voor TNL. 15e hebben we Dentenheer. 16e is Kiel de Hertog. Het gaat op de vierde man aankomen. Adam Lambrechts wordt 17e. En hier is de eerste Atriac-atleet op plaats nummer 18. SPNO. En dan hier nog een eindspurtje. Hier is Wannes Zwoene, 26e. En dan is Sven Strijk, 28e. En dan wachten we nog op de twee de mannen van Zamaro. En dan nog Joachim Vera en Nicola Tilman in een spurtje. Brons binnen. Dat is de 36e plaats, 37e plaats voor Naki. Dan hebben we Daan Peks. Hier Geert Laurijsen. Sterke prestatie. Na lange afwezigheid. In Gus Vas met Niel van Varenberg. En Louis Nijhaard helemaal naar de knoppen vandaag. Alles gegeven in het lopen. Goed gedaan, man. Mooie prestatie. Dat was voor de 43e plaats ondertussen. 44e Hannes van der Moeren.
van de plas. Daar in de verte aan de overzijde zien we de vooroprijdende fietsen. En dan eens kijken, ze zijn nog met z'n tweeën. Hemerik op kop, Van Riel in zijn spoor. Ze zijn Erwin van der Plank kwijt. Die komt er daar nu in derde positie. Ja, van die eerste drie plaatsen gaat het voorlopig tussen die mannen. Simon de Kuiper daar nu in vierde positie. En die van KTT zijn hier met veel de supporters op Frederik Swanet hier naar boord te schreeuwen. In zijn spoor Matthias Laurens. En Eduard Verstraeten. Chris Vermeijden die denkt, volstaat, geef mij maar Ironman. Lekker explosief, maar dat doet hij nog goed na een lang seizoen. Stijn Roelens, dat is er ook zo'n eentje van het lange werk. Maar dat doet het goed hier tussen al dat jonge geweld. Wij gaan uitkijken naar de eindstrijd. Een splitje tussen Martin van Riel, onze international. En Pieter Hemerik, de Belgische kampioen op deze afstand. Hemerik die daar nu bijna schouder aan schouder komt met Martin van Riel. Wie gaat het halen? Lullen, armen aan elkaar. We krijgen hier een splitfinish. En Hemerik die je zet uit. Maar Van Riel, de nummer is voor aan de baan. Martin van Riel gaat halen. Martin van Riel. De T3 series. Wedstrijd voor Pieter Hemerik. Daar komt Erwin van der Planken hier naar de derde plaats. De troisième place voor Erwin van der Planken. Was dat mal, maar hier ja. Voor de troisième place. Vierde plaats is hier voor SNL Specialized. Het wordt de eerste uitloop voor de leiders in de ranking. Terug van de wereldkampioenschappen in Chicago. En dan krijgen we daar een Campus Prestige spurtje voor de vijfde plaats in het dagklassement. Tussen Turbo Tom Suites en Tim Breidenbach. Het wordt Tom Suites die de vijfde plaats pakt. Zesde plaats voor Tim Breidenbach. Hier is Stijn Goris. Een sterke wedstrijd alweer van coach Stijn. Hij pakt de zevende plaats. En dan is daar Alexis Krieg. Alexis Krieg voor de achtste plaats. Belangrijke punten voor SNL Specialized. De punten tellen dubbel vandaag. Hier is hij, blij met zijn achtste plaats. Moment voor SNL. Hij gaat het hem doen. Hij gaat de negende plaats pakken. Helemaal kapot. Negende plaats Willem Brems. Tiende plaats is voor Therese T. 11 is voor SNL. Twaalfde plaats ook. Dertiende voor SNL. Arthur de Jager, 14e voor TDO. Vijftiende hebben we Ventenier. Zestiende is Kiel de Hertog. Het gaat op de vierde man aankomen. Adam Lambrechts wordt 17e. En hier is de eerste Adria Kapel voor plaats nummer 18. Dat is Tom Metz. 19 en 20 voor SPNO. Hier nog een spotje voor de 23ste en 24ste. Hier is Wanne Schoenen, 26ste. En dan is Sven Strijk 28ste. En dan wachten we nog op de twee. De mannen van
Thomas. Dat wordt een lastige, denk ik. Hier is een vierde atleet voor Trigeté. Hier aan het kijken en meer rekenen. We kunnen al één ding met zekerheid zeggen. De dagzege die is de winning en zijn daarmee ook zeker van de eindzege in het eindklassement.
Normaal gezien, als alle berekeningen kloppen, hebben we vandaag Tricheteer 2. Is 74, 6e plaats, dat zijn 26 punten plus de 52 die ze al hadden, dat is 78. En dat wil zeggen dat SMO Specialized 90 punten heeft op de eerste plaats. Apria. Yeah.
hier de andere wedstrijden wel. Het parcours is een tijd voor het Kusselhaar. Hier de andere wedstrijd ook. Het blijft voorzichtig aan de kant staan. Maar inderdaad, het is een tijd voor het Kusselhaar. Thomas de Vrijkouw. En de eindenaars van de KD Series 2015 hebben de beetje van Essenaar de prijs. Het is hier een mooie vrienden, de met Edo en met Tim. Organisatie en het is een